Je aangifte uitbesteden aan een belastingadviseur biedt helaas geen garantie voor een foutloze aangifte. En ook niet voor maximaal belastingvoordeel. Dat blijkt uit de steekproef die de Consumentenbond uitvoerde bij 30 adviseurs. Iedereen mag zich in Nederland belastingadviseur noemen en dat was te merken. Bijna de helft van de door ons onderzochte aangiftes bevatte fouten. Sommige adviseurs blijken de fiscale regels helemaal niet te kennen. Anderen verdiepen zich niet genoeg in de persoonlijke situatie van de klant en laten daardoor aftrekposten liggen. We zagen aangiftes waarin duizenden euro's te veel of te weinig belasting werd aangegeven. Als je te veel belasting aangeeft, zal de fiscus niet snel aan de bel trekken. Maar ook als je te weinig belasting betaalt door een fout van de adviseur, kun je de klos zijn. Als dan de fiscus de fout ontdekt, moet je namelijk alsnog belasting bijbetalen en daar komt dan soms ook nog een boete bovenop. Kies bij voorkeur een registerbelastingadviseur. Zo'n adviseur heeft een degelijke fiscale opleiding gevolgd. In onze steekproef maakten zij ook veel minder fouten dan de adviseur zonder dat keurmerk. Je kunt ook kiezen voor een adviseur die lid is van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Die is nog hoger opgeleid, maar is meestal wel wat duurder dan een registerbelastingadviseur. Adviseurs maken ook nogal wat slordigheidsfouten. Sommige haal je er zo uit. Check de aangifte dus ook als je hem hebt uitbesteed. Advies hoeft niet duur te zijn. De meeste mensen betalen minder dan 100 euro voor de belastingaangifte. Spreek van tevoren een vaste prijs af in plaats van een uurtarief, want dan word je niet onaangenaam verrast. Afdingen is ongebruikelijk en levert weinig op, maar het loont soms wel om prijzen te vergelijken. Vraag daarom verschillende adviseurs om een prijsindicatie. Je mag verwachten dat de adviseur niet alleen om een stapel papieren vraagt, maar ook met je in gesprek gaat. Zo kan hij ontdekken of er nog dingen zijn waar hij geen rekening mee gehouden heeft. En je kunt zelf antwoord krijgen op eventuele vragen. Vertrouw ook op je gevoel. Bij onze steekproef lieten we consumenten de kwaliteit van de adviseurs vooraf inschatten. Aan de kwaliteit van 11 adviseurs werd getwijfeld. 73% van die aangiftes bevatte inderdaad fouten. Van de 19 adviseurs bij wie het werk wel in vertrouwde handen leek, bleek uiteindelijk 68% inderdaad foutloos. Voor meer informatie over de belastingaangifte ga je naar onze website.